Iedereen weer welkom heet bij de laatste sessie van dit webinar. Ik moet zeggen, de tijd vliegt. We hebben interessante sessies gehad volgens mij. 3 deelsessies die ongetwijfeld ook overlappen zullen hebben met elkaar. En daarom is het interessant om verschillende mensen nu even het woord te geven om kort terug te blikken op wat is besproken in de verschillende sessies. En ik zou als eerste willen uitnodigen Geert de Bolle om verslag te doen van wat in zijn sessie over Housing First is besproken. Geert, ben jij in de buurt? Het zou leuk zijn om jouw video te zien en je het woord kunnen geven om als eerste te kunnen rapporteren over over Collective Housing. Hebben we Geert in de buurt? Nu wel. Nu wel. Geert, is het ook mogelijk om Geert even te zien? Dat zou fijn zijn. Daar is Geert. Ja, goed. Geweldig. Dag Geert. Ik zat als deelnemer en niet als panelist, dus vandaar dat ik... Je moest even gepromoot worden, inderdaad. Nou, geweldig. Zeer boeiende uiteenzettingen hebben wij gehoord in onze workshop. Wij hadden de eer en het genoegen om zowel David van de tussenvoorziening in Utrecht te horen als Yves vanuit Cadans wonen in Antwerpen. Twee deels gelijklopende, deels verschillende projecten die werken aan collectieve huisvesting. In Utrecht is het een gecombineerd verhaal van mensen die ex-dakslozen zijn, mensen met een achterliggende problematiek, die de kans hebben om samen te wonen in een pand. Die elk een individuele woning hebben weliswaar, maar die samenwonen in een pand ook met andere mensen die er specifiek voor kiezen om in dat pand te gaan wonen. Dus dat je een mix krijgt van mensen met een zekere zorgnood, als ook mensen die geen specifieke zorgnood hebben en die ook een stuk de gemeenschap en de buurt binnenbrengen in het gebeuren. Dat geeft een interessante combinatie en dat zorgt er ook voor dat mensen er specifiek voor kiezen om daar te gaan wonen en dat je geen woning krijgt met een groep ex-dakslozen die dan in een buurt woont die die mensen helemaal niet hebben. Het tweede voorbeeld van Antwerpen, Cadans wonen, is dan meer een specifieke oplossing voor die groep van daklozen die al ervaringen gehad hebben met individueel wonen ergens in de stad, maar waar er problemen zijn naar overlast, waar er ook achterliggende problematiek is van een psychische of een mentale beperking, waardoor dat individueel wonen moeilijk lukt. En waar men dan via een soort van collectief wonen, waar toch iedereen zijn eigen individuele woning heeft, probeert een antwoord te bieden aan de specifieke zorg van die mensen. Ook daar is er een belangrijke aandachtspunt om de link met de buurt te houden. Worden er activiteiten gedaan voor de buurt, samen met de buurt, en worden er heel wat activiteiten ook buitenshuis georganiseerd, zodanig dat die mensen ook wel een naam en een gezicht krijgen voor de buren. De tijd was veel te kort om veel discussie en veel uitwisseling mogelijk te maken, maar ik denk dat we een eerste aanzet gegeven hebben naar een paar voorbeelden van deze projecten. Ja, dankjewel Geert. Ik zei net dat jij namens Housing First sprak. Ik weet dat je daar veel in werkt, maar dat dit ging over collective housing. Ik moet zeggen, we hebben in onze sessie over jeugd
ook gesproken over Housing First. En er is ook een Housing First Youth programma. Dat een soort van een uitwerking is. En dan specifiek voor jongeren van het Housing First programma. We hebben een interessante presentatie gehad van Edinburgh. Waarin verschillende... eigenlijk nog eens een keer werd aangegeven hoe belangrijk huisvesting is. Als een manier om het, wat dan wel wordt genoemd, het staircase-model, het trappenmodel om jongeren van dakloosheid naar vaste woning te krijgen. Hoe dat niet altijd werkt en dat juist daarom Housing First eigenlijk zo'n belangrijk initiatief is om dat als het ware veilig te stellen. Tegelijkertijd, dat was een interessante interventie ook van Wouter van Klooster van Backtrack in Kortrijk, moeten we daar niet te, zoals hij dat zei, paternalistisch in denken. Huisvesting is niet altijd de enige oplossing, maar het is een belangrijk onderdeel van de oplossing. Ik denk dat dat ook een belangrijke les is. Hij zei ook dat soms is het belangrijk als je bepaalde problematiek, en hij werkt heel veel met multiprobleem jongeren, als je het hebt bijvoorbeeld over eenzaamheid, dan zou je die ook kunnen oplossen in situaties waar mensen toch ook aan couchsurfing doen en dus niet een vaste huis, een verblijfplaats hebben. Maar tegelijkertijd is het erg belangrijk dat die huisvesting veilig wordt gesteld. En de voorbeelden die Gary Neal van Edinburgh noemde waren erg interessant met goede resultaten. Waar we het met name ook over hebben gehad, zijn ook een aantal uitdagingen. En ik wil er een paar uitlichten hier. Eén heeft ook te maken eigenlijk met het soort werkers dat nodig is, de professionals die nodig zijn. Gary noemde dat ook in zijn presentatie, dat het soms lastig is om de goede mensen te vinden. Wat ik interessant vond, wat ook Wouter zei in zijn presentatie, was dat we hebben geen redders nodig. We hebben mensen nodig die naast de jongeren komen staan, die de jongeren serieus nemen. En dat was ook precies wat Gary in zijn eigen presentatie ook meldde. Neem de jongeren serieus, werk met ze, sta naast ze, maar geef ook wel duidelijke kaders aan. En dat betekent soms, zoals Wouter ook aangaf in zijn presentatie, dat je soms gebruik moet maken van een crisis. Geloof in de crisis, zei hij. En gebruik een crisis soms om bepaalde resultaten te bereiken. En dat betekent dat we inderdaad moeten werken met professionals die dat aandurven, die niet per se jongeren als zodanig willen redden, maar wel natuurlijk willen toewerken naar concrete oplossingen. Maar accepteer ook dat er fouten gemaakt kunnen worden, ook dat jongeren fouten kunnen maken. En vooral neem ze serieus. Geloof in de echtheid, geef ze geen valse hoop. En denk wat dat betreft in realistische doelstellingen. Ik denk dat twee voorbeelden die we hebben gehad van Kortrijk, maar ook van Edinburgh, erg interessant zijn. En nogmaals, we zullen al deze voorbeelden ook delen met de anderen. En daarmee wil ik graag nu het woord geven aan Elisabeth de Vrenne, die over nu inderdaad Housing First, de eerste breakout room, gaat praten. Elisabeth, aan jou een paar minuten om te rapporteren over de sessie die jij hebt gehad. Oké, merci Martin. Vous m'entendez bien? Parfait. Oké, super. Donc l'atelier que j'animais était consacré au Housing First, mais aussi particulièrement au Working First. Et je dirai un petit mot là-dessus juste après. Nous avons accueilli Monsieur Raphaël Bouloudnin du Working First Marseille, ainsi que Laurent Tchatcha et Amélie Loisse du projet Housing First / Working First du relais social urbain de Charleroi. Alors, on a démarré par une remise en contexte assez intéressante par les deux projets qui s'inscrivent dans des contextes nationaux différents, ce qui était très intéressant de voir que la naissance du Housing First chez nos voisins et chez nous sont différentes, mais quelque peu similaires, en tout cas sont arrivées à la même conclusion du besoin en logement. Donc en Belgique, il y a eu une volonté à un moment donné de sortir du modèle en escalier. En France, le projet est surtout né au départ d'intervenants en santé mentale qui, posant la question de la santé mentale, les personnes les ont rapidement amenées à cette question du logement en disant « régler nos problèmes, c'est bien, mais à partir d'un logement, c'est peut-être mieux ». Je relève juste ici, d'un point de vue structurel, une information intéressante du contexte français.
C'est ce double financement au niveau national du projet un logement d'abord, qui est une campagne plus structurelle française et qui est un financement conjoint de la santé et du logement, voilà, qui peut donner aussi à penser pour d'autres contextes comme le nôtre. Alors, on en est rapidement venu à parler de Working First. Alors, il y a une question qui s'est posée, on n'a pas eu beaucoup de temps pour les échanges, malheureusement, mais une des questions principales qui s'est posée dans le débat est finalement, est-ce que c'est le housing ou le working first? Qu'est-ce qui vient en premier lieu? Et Raphaël nous a très justement parlé du fait qu'il est important surtout de se concentrer sur le first et de partir du coup de quelque part. Et ce que moi je retiens, que je trouve très important ici à partager, c'est l'importance de partir de la personne. Les trois intervenants même, nous ont bien signifié l'importance de mettre les gens en action et d'être à leur côté pour ce faire, mais surtout, plus que de les mettre en action, de les laisser se mettre en action et de partir de leur envie. Donc tous les deux ont parlé, tous les trois même en tout cas, ont mis ce mot de l'envie de la personne au centre du travail, de travailler avec eux. Voilà, je pense que c'était ça une information très importante. Raphaël, à ce propos, soulignait même dans le projet Working First de partir des personnes et pas des entreprises. Donc, il ne s'agit pas de créer un monde d'entreprise pour des personnes qui auraient une difficulté, mais bien de les accompagner à se rétablir dans la société comme tout un chacun. Et je terminerai avec une notion très importante qui était le point de départ de la présentation de Raphaël et avec laquelle je pense Amélie et Laurent concordent tout à fait. C'est la notion de rétablissement qui me semble très importante, encore plus que la question d'insertion. Donc je pense que le mot rétablissement et la notion de pouvoir d'agir qu'il contient est importante. Raphaël a bien rappelé que ce rétablissement est bien au cœur des pratiques Housing First et donc également Working First qui s'en inspire très largement. Et cette notion nous invite vraiment à remettre la personne au centre et nous rappelle que chaque personne est experte d'elle-même. Voilà, je pense que ça peut être très inspirant, même pour un changement structurel, de remettre l'humain et la personne au centre. Voilà. J'en termine là en espérant ne pas avoir pris trop de temps, Martine. Dankjewel, Elisabeth. Ik zal in het Nederlands antwoorden voor de vertalers. Nee, hartelijk dank. Het is heel helder. En ik denk dat het inderdaad interessant is om belangrijk om inderdaad de mens in al deze benaderingen hierin centraal te stellen. Ik denk dat het erg belangrijk is, ook al is het soms een hele technische, complexe situatie. Wat ik aanvankelijk heb gezegd, wat we zijn begonnen met een algemene inleiding door Alexander Lisov, gevolgd door de speech van de eerste minister, Kitir. De video van de tweede minister, Lalieu, ging niet helemaal goed. En dat is eigenlijk de reden waarom ik zo meteen, na afloop, de video nog een keer wil spreken. Maar laat me eerst iedereen hartelijk bedanken die hier aan heeft meegewerkt. En dat zijn de collega's van de verschillende collega's in België. Geert, Jean-Marc, Jan, Mathilde, Judith. De beide kabinetten van de beide ministers. En natuurlijk ook alle technische mensen die ons hebben geholpen. Want het is een technisch hoogstandje om met zoveel werkgroepen en ook evenveel of nog meer vertalers in drie talen te kunnen werken. Dus ik wil alle deelnemers, alle presenters en ook iedereen die achter de schermen, in dit geval letterlijk, heeft meegewerkt, hartelijk danken voor alle hulp. Dat betekent dat we zo meteen, maar ik zie dat Geert ook zijn video aan heeft gezet, zonder speciale reden, Geert. Sorry, dan gaan we weer verder. Met dat inderdaad, Geert was een belangrijke persoon ook op de achtergrond inderdaad, of niet eens op de achtergrond, belangrijk al heeft gespeeld bij de voorbereiding van dit alles. Maar inderdaad, nadat ik iedereen hartelijk heb bedankt en aankondig dat wij nog een evaluatie zullen uitsturen, we ook nog een rapport zullen maken op basis van alle presentaties, alle discussies, de studies die vandaag de revue zijn gepasseerd. Met deze woorden, met deze dankwoorden, wil ik nu de kans geven voor de video van de minister.
Nog één kort woord ter promotie van ons eigen netwerk EUKN. Jullie zien ook links naar onze website en naar een newsletter die wij hebben. Daarop kan iedereen zich abonneren. En dat is ook een manier voor ons om met u allen in contact te blijven. Met dat inderdaad wil ik nogmaals nu de video opnieuw starten van minister Lalieux, ministre de Lendingrijs van Sociale en de Lutte contre la Pauvreté. En daarmee besluiten we dit webinar. Hartelijk dank. Madame la ministre, chère Myriam, chers collègues, monsieur le président, cher Alexandre, chers partenaires du réseau EUKN, chers participants en Belgique et ailleurs en Europe. Je suis heureuse de m'adresser à vous tous à l'occasion de ce Policy Lab portant sur la prévention et l'éradication du sans-abrisme, un sujet qui me tient particulièrement à cœur. J'avais prévu de me joindre à vous, mais les circonstances en ont décidé autrement. À l'initiative de la Fondation Roi Baudouin et avec le soutien des autorités publiques locales et des associations, des dénombrements de personnes sans abri ont été réalisés dans différentes villes de notre pays. Soyons clairs, les chiffres sont plus que préoccupants. On peut parler sans détour d'une augmentation du nombre de personnes sans abri, ainsi que d'une diversification accrue de leurs profils. Il y a plus de femmes, plus de familles, plus de jeunes et des personnes de différentes origines. Ces éléments et plus globalement l'évolution du sans-abrisme en Europe seront certainement abordés par Madame Van Eerden du John Richard Center. Je la remercie par avance pour son intervention. Le travail des scientifiques, la collecte des données et leur analyse sont fondamentales. Elles permettent aux pouvoirs publics de développer les politiques les plus adaptées possibles. Ces connaissances consolidées doivent nourrir notre réflexion, mais aussi notre détermination. C'est entre autres de cette manière que le Housing First a commencé à s'imposer comme solution au sans-abrisme chronique. Ainsi, avec le soutien du SPP Intégration Sociale, des services publics fédéraux concernés et des acteurs clés de la société civile, nous travaillons à la mise en œuvre d'un plan fédéral de lutte contre la pauvreté qui vise à la multiplication des trajets d'accompagnement Housing First. Sans attendre l'application de ce plan et avec l'aide de la Loterie nationale, j'ai déjà augmenté les subsides pour le trajet Housing First. 19 projets répartis sur l'ensemble de la Belgique ont été choisis pour accompagner plus de 180 personnes dans leur chemin de sortie de la rue et vers une nouvelle existence. C'est le premier wagon d'un train de mesures. Je suis convaincue que nous avons le devoir de créer une dynamique systémique. Nous devons créer les conditions d'un changement de perspective pour la prise en charge des personnes sans abri. Passer de l'urgence aux solutions structurelle. Dans le même ordre d'idées, seule une action concertée et une approche globale de la pauvreté nous permettront d'atteindre des objectifs. C'est pourquoi je travaillerai en bonne collaboration avec les ministres fédéraux et ceux, celles, des différents niveaux de pouvoir compétents. Et je me félicite d'ailleurs de notre collaboration avec Madame la ministre Kittir, ministre en charge de la politique des grandes villes. Je la remercie d'avoir lancé l'initiative de ce Policy Lab et de m'y avoir associée. Avec ma collègue ministre, nous souhaitons lancer la première conférence interministérielle sur le thème du sans-abrisme. Au cours de celle-ci, nous souhaitons mettre en place des collaborations solides avec les autorités régionales. Le succès de nos politiques dépend d'une approche intégrée entre l'ensemble des niveaux de pouvoir. Le succès de nos politiques peut aussi être renforcé par une dynamique européenne positive. Au nom de la Belgique, j'ai assisté le 21 juin dernier à la conférence de Lisbonne,
organisée par la présidence portugaise, lors de laquelle j'ai signé la déclaration invitant les États membres à soutenir ensemble les efforts de la plateforme européenne de lutte contre le sans-abrisme et d'œuvrer à l'élimination du sans-abrisme d'ici 2030. Comme le dit M. Yves Leterme, président du comité directeur de la plateforme, je le cite, « La lutte contre le sans-abrisme ne peut être gagnée que si nous travaillons ensemble, autorités locales, gouvernements régionaux et nationaux et institutions européennes. L'implication des organisations de la société civile, de l'économie sociale et des personnes ayant une expérience du sans-abrisme est également de la plus haute importance. Nous devons travailler sur des approches intégrées qui combinent la prévention, l'accès au logement et l'accompagnement social. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une matinée intéressante et fructueuse. Je vous remercie. Met deze mooie woorden besluiten we dit webinar. Inderdaad, een onderwerp om in samen te werken. En dat gaan we ook doen. Hartelijk dank voor jullie deelname. En op deze manier kunnen we in contact blijven.